Voor minister De Jager van Financiën was het een harde eis. Europa zou de Grieken geen cent meer lenen als de private sector, de banken en de verzekeraars niet ook hun steentje zouden bijdragen. En dus besloten Europese leiders dat ze die private sector zouden vragen om op vrijwillige basis hun leningen aan Griekenland te verlengen. Maar nu blijkt dat het bankroet van Griekenland dreigt te versnellen, want want ik ga daarover praten met Jaap Koelewijn, hoogleraar Finance aan de Universiteit Nijrode. Die gaat ons dat vertellen. Want het heeft te maken met de rol van de zogenoemde kredietbeoordelaars. Juist. Wat doen die? Kredietbeoordelaars zijn bedrijven die tegen vergoeding van de partij die beoordeeld wordt een uitspraak doen over de toekomstige kredietwaardigheid van een bedrijf of van een staat. Dus in wezen doen ze niks anders dan heel goed kijken wat gaat daar de komende jaren in en uit aan geld. Hoeveel vermogen, hoeveel reserves zijn er. En dan doen ze een uitspraak over de kans dat een land of een bedrijf al of niet failliet gaat. En dat accepteert iedereen? Dat is een hele bizarre situatie. De oorsprong van de kredietbeoordelaars is in Amerika, in de Verenigde Staten, waar met name na de Grote Depressie echt behoefte kwam aan een goede regulering van de kapitaalmarkt. En het bleek dat heel veel bedrijven die geld op wilden halen, obligaties uit wilden geven. Ja, hun crediteuren geen garanties konden geven over hun financiële gegoedheid. Toen zijn de kredietbeoordelaars ontstaan en die doen nog steeds wat ze deden toen, wat ze nu nog steeds doen. Ja. Iets zeggen over de kwaliteit van bedrijven en overheden. Maar die werden daarvoor betaald door de mensen over wie ze wat gingen zeggen. Zei u net in een bijzin. Aanvankelijk in de oervorm werden de kredietbeoordelaars betaald door de mensen die geld aan bedrijven uitleenden. Alleen omdat het probleem is, als je eenmaal een kredietoordeel hebt gegeven, dan kun je dat heel makkelijk doorgeven. Ik bedoel, het is gewoon openbare informatie. Mm-hmm. En sinds een aantal decennia is het zo dat de bedrijven die het cijfer krijgen, die de rating krijgen, ik vak term, die betalen de partijen die de oordelen geven. Ja, ja. Maar goed, die kredietbeoordelaars die waarschuwen nu dat het betrekken van de banken bij de redding van Griekenland, om het maar even in mijn woorden te zeggen, averechts gaat werken. Dat het land dan als failliet zal worden beschouwd, voor zover het überhaupt kan, door diezelfde kredietbeoordelaars. Hoezo? Nou, het rare is, formeel betaalt Griekenland nog steeds rente en aflossing op zijn schulden. Dat geld wordt weliswaar allemaal voortdurend geleend door de ECB en door Europa en het IMF. Door de Europese Bank, ja. Op het moment dat Griekenland zegt van wij gaan de looptijd van onze schulden verlengen en dus minder aflossen, dan geef je dus in feite aan dat je in betalingsonmacht verkeert. Ja. Ja, en dat beschouwen die kredietbeoordelaars, dan ga ik een vakterm gebruiken als een credit event. Van er verandert iets aan de condities waartegen Griekenland heeft geleend. En dan zeggen zij, nou dan blijkt dus dat Griekenland niet in staat is om schulden te betalen. En dan verklaren wij Griekenland in default. Ja, in default, dat wil zeggen, dan verklaren wij ze niet in staat om hun schulden af te lossen. Ja. Dan zijn ze in feite virtueel bankroet, failliet. Wat ze nu natuurlijk ook wel zijn. Het is meer een kwestie van etiketjes erop plakken. Ja. Want iedereen weet al lang en breed dat Griekenland niet kan betalen. Ja, maar dat etiket is belangrijk. Want overheden en ondernemingen kunnen alleen op de kapitaalmarkten terecht als ze niet een etiketje hebben dat ze eigenlijk failliet zijn. Nee, het gekke is, iedereen weet nu dat de Grieken failliet zijn. Ja. Maar banken eisen hun leningen niet op van Griekenland, omdat ze weten dat als ze dat doen, dan gaan de Grieken zeker failliet. Okay. Nu gaan ze die looptijden verlengen. En daarmee kom je de Grieken natuurlijk eigenlijk te hulp, want hoeft ze niet de komende 5 jaar, maar de komende 10-15 jaar de schulden terugbetalen. Dat zou ze lucht geven. Maar de kredietbeoordelaars zeggen nu daarvan, nee, dat is daar vliegen wij niet in. Daar vliegen wij niet. Daar stappen wij niet op in. Ja. Maar dan zijn het dus in feite de kredietbeoordelaren die gaan over het lot van een land als Griekenland. Correct. Helemaal juist. Maar nu even voor de goede orde. Het zijn toch ook diezelfde kredietbeoordelaars die in de tijd sommige banken een AAA-status hebben gegeven. Dus een positieve status gaven. Terwijl die banken later allemaal op de luchtbel van onduidelijke producten gingen drijven. Waardoor uiteindelijk de kredietcrisis is ontstaan. Dat zijn diezelfde kredietbeoordelaars. Die hebben rommelhypotheken die via allerlei kunstgrepen werden opgewaardeerd tot met allerlei maatregelen, credit enhancement, reservepotten. Die werden inderdaad geüpgraded naar AAA. En daar zit dus een enorm belangconflict bij de kredietbeoordelaars. Enerzijds adviseren zij de banken hoe ze
hun hypotheken moeten herverpakken, doorverkopen. Ja. En als ze dat doen op de manier waarop de kredietbeoordelaars dat hebben geadviseerd, dan zegt ik hetzelfde beoordelaars, nou, dan geven we jou een triple E voor die producten. Nou, en dat is dus een hele verkeerde prikkel die ze hebben, want aan de ene kant verdienen ze met de linkerhand aan het geven van adviezen, en aan de rechterhand verdienen ze met het beoordelen van producten waarover ze zelf hebben geadviseerd. Ja, ik zou dan gewoon zeggen dat deugt niet. Dat ben ik helemaal met u eens. In Nederland, heeft de oud-AFM-voorzitter Arthur Dr. Verleeuw ook voortdurend gepleit voor het onder toezicht stellen van de kredietbeoordelaars. Ja, dat was nog ver voor de crisis dat hij dat deed. Dat trouwens was een voorzienende blik. Ja. Dat heeft hij voor de crisis inderdaad gedaan. En die voorstellen die willen het maar niet halen. Maar hoe komt het dat dat gezag van die kredietbeoordelaren, ondanks de crisis die zij zelf mede hebben veroorzaakt, of waar zij in elk geval aan de wortel hebben gestaan, niet hun gezag en ook blijkbaar hun macht niet hebben verloren? Dat komt nog steeds omdat ze voor een deel hun werk nog wel goed doen. En omdat heel veel pensioenfondsen alleen maar in schuldpapier obligaties mogen beleggen die aan een bepaald criteria voldoen. Dus om een voorbeeld te geven, een groot pensioenfonds, met name een Amerikaanse pensioenfonds, die mogen alleen maar beleggen in obligaties die investment grade zijn, die dus minimaal een A-rating hebben. Ja, van diezelfde beoordelaars. Ja. En het rare is dus, het is een spel wat iedereen meespeelt. En eigenlijk weten we allemaal dat er iets niet deugt. We weten ook precies wat er niet deugt. Het is een pervers systeem. Er zitten een aantal perverse prikkels in dat systeem. Met name waar het ging om die rare hypotheekproducten. Voor bedrijven ligt het wat anders. Overigens maken daar de beoordelaars ook fouten in. Hebben ze ook heel vaak achter de feiten aangelopen. En de meest flagrante voorbeelden zijn Enrons en Aals in deze wereld, waar gefraudeerd werd en waar mooie rates werden gegeven. Maar kun je afvragen of je dat kunt verwijten, want tegen fraude kun je moeilijk wat doen. Nee, oké, maar goed. Ik hoor steeds drie namen bij die kredietbeoordelaars. Fitch, Moody's en Standard en Poor's. Ja. Zijn er nog meer van dat soort bedrijven? Of zijn zij de enige? Er zijn er kleinere die zich in wat kleine sectoren. Maar ga er maar vanuit dat 95% van de markt in handen is van deze drie. En concurreren ze? Ja, en daar krijg je een heel raar fenomeen. Die concurrentie tussen kredietbeoordelaars en ook de manier waarop ze betaald worden, dat leidt ertoe dat je ziet dat er een steeds grotere druk op die beoordelaars ontstaat. Ook omdat ze betaald worden door bedrijven die de rating vragen om een hoge rating te geven. En bedrijven shoppen voor een kartel. Ze kennen elkaar goed en ze zullen elkaar niet in de weg helpen. Ja, dat ben ik met u eens. Het is toch wel. Maar ik bedoel, ik snap niet zo goed. Als dat we hebben die crisis, we zitten midden in een crisis. En zij hebben dus blijkbaar nog steeds de macht om als het ware de politiek te gijzelen. In dit concrete geval wel, ja. In het geval van Griekenland, waarin zij op hele technische gronden zeggen, want het is natuurlijk een semantische kwestie, Griekenland is failliet. Ja. Maar Griekenland is pas failliet als de kredietbeoordelaars dat gezegd hebben. Maar hoe kan de macht van die kredietbeoordelaars doorbroken worden? Daar denk ik vaak over na. Ik voelde niks voor dat vanuit de ECB een kredietbeoordelaar komt. Een staatsbedrijf. Ik denk dat de kredietbeoordelaars gedwongen moeten worden om een aantal functies te scheiden intern. Advies van beoordelen, dat je die poot uit elkaar trekt. Gedwongen door wie? Dat zullen de toezichthouders moeten doen. Dat zullen de overheden moeten doen. Ja. Dat kan niet anders. En daar zal in Europa een ECB of een Europese Commissie op in moeten grijpen. En Amerika zal ook, waar ratings nog belangrijker zijn dan bij ons, daar zal de overheid ook moeten ingrijpen. Maar ze hebben lange armen, sterke lobby's en heel veel pogingen om het systeem te reguleren, het herreguleren, hebben niet gewerkt. Het is een krankzinnig systeem. Het is een systeem wat in het algemeen goed functioneert, maar in dit soort situaties de zwakte blootlegt. Nou, laten we het daar maar op houden, meneer Koelewijn. Toch een beetje compromis. Dank u wel. Tot de dienst.